Wat een gedoe in die vorige aflevering, toch? Ik ben zo blij dat we weer gewoon de rustige fases kunnen hebben. Plus, ik sta met de tinkeren te praten, ik weet ook niet waarom. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode. Ik ben er weer, Zelda Player 20, terug met een nieuwe aflevering. Nou ja, eigenlijk Stevie, terug met een aflevering in deze serie. In de vorige aflevering was het dus een soort van compilatie hoe van vier afleveringen één aflevering gemaakt moest worden in verband met een opname-issue. En hopelijk krijgen we dat nooit meer. In deze aflevering daarentegen, dan zou je denken van ja, we hebben nu twee of zelfs drie bazen al gekild. Dus het is eigenlijk tijd om nu richting de jungle te gaan. In expert mode, nee, we hebben inderdaad wel de equipment daarvoor. Maar niet helemaal. Ik denk dat ik eerst ga bouwen voor een helveter. Dit in verband met dan kunnen we toch nog één extra armor maken wat meer defense gaat geven. Plus, het zorgt er ook nog eens een keertje voor. Even kijken, heb ik ook een water breathing potion toevallig? Calming potion. Build a potion, mining potion, night owl, archery, featherfall. Nee, die hebben we dus niet. Oké, nou dan maar de mining potion. Omdat ik wil toch heel erg graag eventjes hellstone gaan verzamelen. Heb ik een obsidian skin potion? Nee, zo te zien ook al niet. Dus ja, ik wil toch eerst eventjes naar hel toe gaan om te kijken van... Goh, kunnen wij daar toevallig heel eventjes alvast genoeg hellstone verzamelen voor een beter equipment? Want de jungle, nogmaals, de poison damage, dat gaat daar zo snel. Dat is gewoon heel erg gevaarlijk. Nou, voordat jullie gaan denken van... Oh nee, dat duurt zo lang voordat je dat hebt gemaakt. Alsjeblieft, doe het niet. Nee. Maak je geen zorgen. Ik ga er sowieso een fast-forward montage van maken. En de helveter die komt hier onder dit huis. Dus dat sowieso. En ja, dan gaan we gewoon heel eventjes kijken hoe dat de hel eruit ziet. Vergeet niet, hel is nog wel heel erg gevaarlijk voor ons. Maar ik ga daar toch nu alvast een beetje aan beginnen. Dus start de montage en laten we maar gaan graven. Trouwens, voordat ik begin, heel erg handig. Mining potion zorgt ervoor dat we sneller kunnen minen. Dus gaan we heel snel de grond in. Oké, 3, 2, 1, go! Nou, ondertussen is de Blood Moon ondertussen weer gekomen. Dit is de tweede keer in een row. Dit is onze derde Blood Moon ondertussen al. Ik wil zeker heel eventjes Blood Moon eventjes snel doen. De reden hiervoor is misschien dat we die Portable Piggy Bank krijgen. En dat zou eigenlijk alleen maar handig zijn in verband met dat we dan... Ik weet niet hoeveel items weer elke keer mee zouden kunnen nemen. Plus onze cash, dat is iets verzekerder tot we onze cash zeker houden. Dus... Ik ga even kijken, mocht er iets boeiends gebeuren, dan neem ik jullie hier mee. Want ja, een Blood Moon, die hebben we dus eigenlijk... even kijken, de eerste keer was een hele korte montage ervan. De tweede keer was daar weer... Nou, dat was live-achtig iets. En ja, het is eigenlijk niks anders doen als de hele tijd vijandjes verslaan. Dus ik zie jullie in een seconde, jongens. Ja hoor, daar is hij. En mijn inventory zit vol. Damn. Snel oppakken, we mogen weg. Koppig, serieus, daar doe ik niks mee. Oh boy, nou hij komt dus echt van die dripplers af. Ik was al bang dat we hem niet zouden te pakken krijgen in verband met... Ja, de Blood Moon is alweer bijna voorbij, maar... Ik kreeg alle items, shackles. Shackles kreeg ik te pakken, die shark tooth necklace dinges die kreeg ik weer te pakken. Maar dus niet zo'n, ja, money dinges. Ik zag net dat die money iets heette. Daar ga ik nog een keer kijken hoe dat precies heet. Maar, eindelijk, we hebben hem. En er viel daar net iets de helft beter in. Grappig. Fallen Stars zijn altijd handig.
Ik moet wel zeggen dat ik geen zin meer heb om zoveel bouwstenen erin te gooien. Dus echt als ik steen tegenkom en dirt, dat denk ik dat ik daar weg ga gooien. Want anders hebben we dadelijk een hele kist vol met alleen maar dierrotzooi. En daar heb ik helemaal geen zin in. Wel vind ik het grappig hoe dat we nog steeds geen zombie arm hebben gevonden. Zeg ik, wel dat we er nou net eentje tegenkomen. Dus, en dat is de blood zombie banner, die hebben we al. En nee. Niks ervan. Als jullie denken jullie hier heel eventjes ongestoord weg te kunnen lopen, dan denk ik toch mooi of niet. Oh, hoi slime. Ja, ik heb die slime gel nog niet gebruikt, omdat, ja, ik vond hem niet echt nodig om te gebruiken. Even kijken, dus deze die mag weggegooid worden. En de dirtblok die mogen we dan weggooien. Jou zet ik gelijk heel eventjes op favoriet. Want wat hij dus doet, die zorgt ervoor dat we dus een flying piggy bank krijgen. En onze piggy bank die staat helemaal erbovenin. Maar flying piggy bank kunnen we overal oproepen. En aangezien dat we meer hebben als alleen maar coins die we in een piggy bank kwijt willen, kunnen we dus ook een extra items erin gaan gooien. Ik leg heel even mijn inventory en dan ga ik verder met de elevator. En dat doen we weer verder met die fast forward montage. Dus ik ben terug in een seconde. Met een fast forward natuurlijk. Oké, dan gaat het een beetje op de langzame toer, dus hier wil ik eventjes een veiligheidsvoorschrift bij de lava geven. Dank je. De veiligheidsvoorschrift is: gebruik je grappling hook bij de lava op het moment dat je veel water bij je hebt. Helaas hebben we een ton van water meegekregen al gelijk in het begin, waardoor dat best wel flink vertraagd werd. Maar op het moment dat je dus water bij je hebt, gebruik je grappling hook. Het is namelijk niet altijd zeker of je op het moment inderdaad stevig doormint en dus automatisch een obsidian muurtje daar krijgt. En dat kan nogal voor gevaarlijkheid. Ik moet mijn zuurstofmeter in de gaten houden. Daar we go. Waardoor dat je dus niet altijd het mooie obsidian muurtje krijgt. Waardoor dat je dus makkelijk door het water heen kan gaan. Dus dat zijn van die kleine dingen dat je toch vooruit wil gaan kijken. Net zoals nu, ik mine alleen maar obsidian en ik krijg er zuurstof bij. Omdat er valt nu overal heel erg veel water. En daardoor heb je dus nu het risico van, ja, leuk dat er water valt. Maar ja, er zit een beetje dan een lag delay in. Net zoals nu. Oké, nee, nou loopt hij goed. Nou loopt hij weer goed. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Nou, we hebben nou een flinke fast forward montage ondertussen wel gehad. Dus daar gaan we gewoon lekker mee door. De hel was dat? Dat is een trap die ik nog nooit heb gezien. Oké, hij deed niet echt veel damage, dus die wil ik nog een keer zien. Oh, daar zit hij. Eén keertje. Voor de grap. Oké, en hij spuit gewoon onder water door. Die trap heb ik nog nooit eerder gezien. Kan ik die meejatten? Wauw. Niet nog meejatten. Een geyser. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Die wil ik echt wel bewaren. Leuk! Jongens en meisjes, welkom in hel. Dit is hel. Waarin hel? Waarom hel? Hel, hel. Vraag mij af, waar is die andere nou naartoe gegaan? Was hier namelijk net zo'n demon? Oké, weet je wat? Ideetje.
vertrouw niet deze onzin. Oké, okay, is gewoon een gedispand. Nee. Jij hoort hier in dood te gaan. Jij bent een helpet die door water heen gaat. Oké, okay, ik snap dat het hel en alles is, maar... Oh boy. Oké, dit is dus heel erg gevaarlijk terrein voor ons, omdat, ja, we zitten in expert mode. En expert is hier dus dodelijk. Nou, we zien hier tot er dus water hier overal doorheen gaat en hoi. We hebben hier niet echt de wapens voor op het moment. We zien dat het water gelijk verdampt hier. En dat is dus heel erg mooi, want dan zijn we dadelijk dus die, dat vuur kwijt. En we hebben Fire Blossom te pakken gekregen, wat ook nog eens een keer heel erg handig is. Want door Fire Blossom op te pakken, kunnen wij dadelijk heel erg leuk een Obsidian Skin Potion maken. Waardoor dat Hellstone verzamelen nog een stuk makkelijker gaat worden. Een Hellforge die neem ik alvast mee. Die zijn altijd handig om mee te nemen. En nou hoop ik dat we hier alvast een Obsidian Skin Potion te pakken kunnen krijgen. Want we moeten hier namelijk uitkijken voor de Hellstone gebouwen. Want die geven ons op dit moment nog flinke damage. En daar willen we natuurlijk voor uitkijken. We kunnen hier ook wel alvast een brug gaan maken. Ik probeer hier nu de eerste kleine dingetjes alvast te pakken te krijgen. Maar ja, dit is dus hel. Creepy. Goed, nou. De reden waarom dat ik dus naar hel toe wou is vanwege de hellstone. Maar misschien dat we ook al een paar goede items te pakken kunnen krijgen. Het eerste wat je altijd wilt doen in hel, dat is je wil ervoor zorgen dat je hier een lange rechte brug maakt. Die ervoor zorgt dat je dus tegen een hele gevaarlijke baas hier kan vechten. En ik wil hier heel eventjes tot de lava hier naar beneden toe valt. Want dat water dat zal uiteindelijk stoppen met stromen. En ja, we willen ook niet echt op hellstone blijven staan. Want dat doet ons nog steeds damage. Daarom ben ik blij dat we heel veel obsidian te pakken hebben gekregen. Want door die obsidian die we te pakken hebben gekregen, kunnen we een skull maken. Waardoor dat we geprotect worden van die damage. Dus die wil ik dadelijk zeker daarboven eventjes gaan maken. Maar laten we eerst heel eventjes gaan exploren hier een beetje. Kijk, ik sta nou per ongeluk op die stokjes of op die steentjes. En dat doet ons dus damage. En daar heb ik dus weinig zin in. Dus laten we hier heel eventjes voorzichtig het water eventjes heen stromen. Alle vijanden die we tegenkomen, dat maakt niet echt zoveel uit. Ik heb een lava charm. Die heb ik helaas nou niet bij me. Maar die zou ik ook bij me moeten nemen. Maar ja, we zitten nog niet echt met onze inventory. Misschien is het toch wel het beste om dat eerst eventjes te doen. Ik laat dat ook eventjes wegstromen. En ik ga heel eventjes mijn anti-lava stuff even pakken. Het is net zo makkelijk. We hebben nog één huisje vrij, dat is handig. Ik wil namelijk in de volgende aflevering wil ik het Fisherman's huisje gaan maken. Zodat we ook aan de Fisherman's quest gaan beginnen. Maar laten we deze aflevering heel eventjes een beetje focussen op hel. Ik bedoel, het heeft lang genoeg geduurd voordat we er eindelijk uit naartoe kwamen. Dus laten we het maar heel eventjes doen. Plus, ik ben zeker nieuwsgierig. Wat voor materialen hebben wij precies nodig? Waar is mijn Hellforge? Hier. Die kunnen we daar nou nog niet plaatsen in verband met. Deze kunnen we wel hier plaatsen. Dat is het nadeel van die banners. Ik denk ook dat ik die banners ergens anders op ga hangen. Ik bedoel, hier zijn ze niet echt praktisch om neer te hangen, dus... Oké, de dag is net begonnen, hartstikke leuk. Maar ik denk dat het het praktischste is om dus die banners hier op te gaan hangen. Aangezien dat, ja, dit is een rechtstuk, plus hier staan ze niks in de weg. Plus, het ziet er hier ook wel leuk uit. Plus... Ik bedoel, het is onder het huisje van Awesome Comments. En helaas, ik heb deze aflevering dus geen comment in verband met... Ja, gisteren was het dus de bedoeling om 4 comments te plaatsen. Maar helaas hebben we die 4 comments niet te pakken gekregen. Of hebben we niet de nieuwe comment al te pakken gekregen. Misschien in de volgende aflevering wel, maar dat durf ik dus niet met zekerheid te zeggen. Even kijken. Ja, deze dingen die kennen we... Deze kunnen we gewoon verkopen, waarom ook niet. Ik leg heel even mijn inventory in en ben terug in een seconde. Oké, wij gaan dus heel eventjes snel een potion maken. Dus dan moet ik heel eventjes naar mijn potions ingrediënten. Ik heb een waterleaf heb ik nodig. Ik heb een fireblossom nodig. Ik heb obsidian nodig. En één flesje water natuurlijk. En dan kunnen we één obsidian skin potion maken. Tenminste, dat heb ik even snel net opgezocht. En wat dus ook heel erg handig is om alvast die obsidian skull te maken. Aangezien dat we alvast richting de hel gaan. Misschien is het toch wel even handig om even te kijken hoe lang het wel in deze aflevering zit. Maar ja, aan de andere kant hebben we ook nog eens een keertje. Ik weet niet hoeveel fast forward gehad. En een knip en een blad moet dan weet ik het allemaal nog weer. Ik wil wel een beetje progress hebben. Eventjes kijken. De Band of Regeneration die is heel erg handig. Die mag, deze die hebben we nou even niet meer nodig. Want we zijn nu bezig met de helveter. Dat is wel heel erg belangrijk. En dan moet ik heel even bij mijn accessoires even kijken. Accessoires. Die zit daar. Lava Charm is dan heel erg belangrijk. Die mag heel eventjes vervangen worden met... Band of Regeneration. Voor nu. Alleen voor nu. Niet voor straks. Voor nu. En...
Ja, dan denk ik dat we eventjes wel goed zitten. Ondertussen neem ik ook al. Ja, ik wil niet. Ja, wel niet, wel niet. Niet. We gaan nog niet aan een wall of flesh brug beginnen. Dat lijkt me nog niet echt heel erg handig. Dus we hebben nu eventjes alvast de materialen bij ons die we dus nodig gaan hebben. En hier wil ik dus heel erg mooi met trickwall licht eventjes. Laten we dit eventjes mooi alvast verlichten. Dus eventjes de muis goed plaatsen en poink, 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 poink. Ik bedoel, we hebben torches genoeg, dus net zo goed kan ik ze gebruiken. Ja, we kunnen de slime gebruiken om sneller te vallen, maar dat is op dit moment niet echt heel erg. Wauw. Kun je nagaan hoe lang dat het nog gaat duren voordat het water eigenlijk allemaal verdampt is. Dus normaal gesproken zou je nou een bouwproject willen gaan beginnen. Maar ik heb nu al die zut bij me voor dus eventueel een, een goede exploration. Plus voor de goede aantal hellstone die we dus nou te pakken kunnen gaan krijgen. Dus wat ik nu heel eventjes ga doen is, ik knip heel even naar voren totdat we weer op de begaande grond zijn. Oké. Gelijk gewoon half dood toen we hier beneden aankwamen. Dat hier water nog steeds aan de stroom is. Ja, er zit altijd een lag input in. Die zul je altijd blijven houden. Dus we hebben nou een obsidian skin potion. Dus we zouden nu eventueel hellstone kunnen gaan minen. Het is jammer dat we geen mining potion meer hebben. Want dan zou dat nog sneller gaan. Maar ja, aan de andere kant heb ik zoiets van. Hoe meer dat we nu kunnen minen, des te beter. Bent of regeneration. Ja, het liefste zou ik hem toch nog wel willen hebben. Nou, we hebben nou niet dat we hoeven te rennen. Dus ik denk dat ik eventjes de hoverboots even uit ga zetten. Dus ja, dan hebben we niet een double jump. Dan hebben we helemaal niks. Ik neem aan dat we geen falling damage meer gaan nemen. Tenminste, dat hoop ik niet. Hebben we de lava charm al aan? Ja, die hebben we al aan. Dan duiken we maar de lava in. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Oké, we hebben 4 minuten. En hellstone, die gaan we heel langzaam mijnen. Maar aan de andere kant, hoe meer hellstone dat we verzamelen, des te beter. We hebben 5 minuten de tijd, dus laten we zoveel mogelijk maar verzamelen als dat we nu kunnen. Dan kan ik jullie ook heel eventjes vertellen over de gevaren dus. Waarom dat we dit nu al doen. En niet nadat... Oh boy, nee. Dat gaan wij niet doen. Oh boy, dit ziet er niet goed uit voor ons. Dit ziet er helemaal niet gunstig uit voor ons. Nou ja, zoveel damage doet dat ding gelukkig niet. Oké, hij is neer. Maar ja, de reden waarom dat we dit dus zo snel mogelijk willen doen is... Normaal gesproken is de volgende stap, als je niet in expert speelt... Is de volgende stap die je speelt... De volgende stap is definitely... Ach, hoe heet dat spel nou? De jungle. De jungle. De volgende stap is oorspronkelijk de jungle. Maar aangezien dat de jungle een van de gevaarlijke plekken nu nog steeds is, zeker in expert mode... Wil je zo'n sterk mogelijk armor hebben. En Hellstone kan jou niet alleen al een summon geven. Maar ook nog eens in een keertje een increased defense buff. Plus volgens mij ook nog eens in een keertje movement speed of melee speed. Een van die twee. Maar sowieso is de defense heel erg belangrijk. Die we dus van de Hellstone kunnen krijgen. Shadow zorgt wel voor een beetje sneller lopen. Maar je wil gewoon zoveel mogelijk defense hebben. En trouwens niet te vergeten, we staan hier in de lava. En dat is nogal gevaarlijk. Maar ondanks dat eigenlijk onze lava, onze obsidian skin potion is uitgewerkt. Vergeet niet, dan hebben we nog altijd het voordeel dat we 7 seconden hebben om uit de lava te komen of de Magic Mirror te gebruiken. Dus ja, we gaan zeker nog wel wat meer eventjes exploren in de lava. Maar we willen zoveel mogelijk hellstone nu gaan verzamelen als dat mogelijk is. In verband met dat we dus zoveel mogelijk bars willen krijgen. En ja, we minen het heel erg langzaam. Maar het is echt een van die essentiële dingen die we dus nu nodig hebben. En natuurlijk moet mijn eigen niet vergeten dat we ook nog de horseshoe moeten equippen op het moment dat we daar de kans van krijgen. En ja, we kunnen nou niet helaas die andere dingen aan, zoals... we kunnen nou nog niet de kistjes die hier liggen, kunnen we nog niet openen. Daar ben ik van op de hoogte. Maar we kunnen wel alvast hele sterke armen maken van die hellstone die we nu ook kunnen minen. Dus ook al doe je het een beetje out of order, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het zorgt ervoor in... Dit soort dingen moet je juist van gebruik maken in expert mode. En wat ik heel grappig vind is dat we dus een laagje obsidian nu hebben. Wat we daarboven dus zien. En ja, dat het water nog steeds aan de stromen is. En gelijk verdampt. Dus dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Oké, we moeten wel echt elke seconde nu benutten. Om zoveel mogelijk met die 5 minuten die we dus hebben. Om zoveel mogelijk hellstone te minen. Dus
vergeet niet, we hebben nog steeds een knockback. We moeten nog heel erg voorzichtig zijn met de vijanden die we hier tegenkomen. Zoals je dus zag, we kwamen net echt 1 seconde binnen. En gelijk al de helft van ons leven kwijt in verband met zo'n demon eikel die gelijk binnenspant. Of hellbat die gewoon door het water eventjes besluit van... Hey, ik kan hier ook wel eventjes binnenkomen. Oké, nou als we in die 60 seconden deze chunk mee kunnen nemen, dan ben ik een heel blij konijntje. Ik bedoel, we moeten gewoon even in de gaten houden. Ik heb de Magic Mirror heb ik ook al klaarstaan. Vergeet niet, in de lava ben je echt heel snel dood. Zeker in Expert Mode als je daar geen protectie voor hebt. Dus ik denk dat deze aflevering ook gewoon is zo van, ik hou niet van lava. Met de gedachte natuurlijk naar Leroy toe. Onze Leroy G. Dus kom op, pak zoveel mogelijk hellstone nog. Ik hoop dat we dadelijk, ik weet niet hoeveel bars kunnen maken, want hellstone is een van de belangrijkste dingen. En ja, het is niet echt makkelijk om het te minen. Oké, 8 seconden nog. Plus 7 seconden van onze charm die we hebben. Oh, de spam weer zo'n... Ja, voor jou heb ik nog geen tijd. Oké, daar is onze charm dinges. Oké, we moeten nu weg. 184. Ik denk niet dat het geveel is om daar al een balkje van te maken. Maar dan kunnen we kunnen wel alvast wat bars maken. En hopelijk nog een obsidian skin potion te pakken krijgen. Maar het allerbelangrijkste wat we dus kunnen maken misschien is al die impstaff. En dat zou heel erg fijn zijn. Maar 61, dat is niet slecht. Dat is zeker niet slecht. Dat is heel erg gunstig zelfs. Dus ja. Eens even kijken. Volgens mij kunnen we daar niet de hele set van maken. 10 van deze, 20, dat is 30, 45 en de Imstaff 17. Komt er net eentje tekort zeker. Oké, nou het belangrijkste is eventjes de defense die ik hiervan wil maken. Ja, eentje tekort. Eentje te weinig. Oh, wat flame. Oh, wat flame. Nou ja, in ieder geval, we gaan van 30 defense gaan wij naar 36 defense. En ja, we hebben inderdaad extra melee damage. Ja, ik zou eigenlijk ook wel de Fiery Sword willen maken. Dat is al handig. Misschien kunnen we zelfs wel voor de True Knight Edge gaan dadelijk. Dus ik zit nou te denken. Zou ik... Ja, we hebben geen obsidian. Ik wil wel sowieso die Impstaff maken. Dus ik ga nog heel eventjes snel proberen het een en ander bij elkaar te sprokkelen. Ik zie jullie heel eventjes in een seconde. Niet te vergeten om eventjes de horseshoe te equippen, want anders ben ik hartstikke dood. Snel vallen graag. En hier komen we al bij het water. Dat is jammer. Dat was leuk geweest. Oké, een van de veiligste manieren om dus nog hellstone te kunnen minen, dat is door blokken heen. Kijk wel uit op het moment dat je daar doorheen mint. Want als je denkt bij je van ook staan naast ernaast. Achter hellstone zit altijd lava. Dus kijk daar zeker voor uit. Oké, volgens mij zit al genoeg voor één bar. Ik hoop het wel, want anders zou ik echt heel teleurgesteld zijn. Ik bedoel, het zwaard, dat kan nog wel heel eventjes wachten totdat we weer een fiery blossom, tot we weer een keertje hier terug naartoe gaan. Maar voor nu heb ik zoiets van, nee, ik ben er tevreden over. We kunnen nog één extra bartje maken, dus laten we dat ook maar zeker gaan doen. Want dan hebben we in ieder geval alvast iets van extra defense. Dus ik bedoel, vergeet niet, we moeten de jungle nog in, maar dan hebben we één ding dat nog eens een keertje gaat helpen tegen de vervelende bijen. Dus wij gaan hier heel eventjes naartoe. Oh, we kunnen obsidian platforms maken, wat leuk. Even bij de Hellforge gaan staan. Oké. Eén bar gemaakt. Bij ons anvil gaan staan. En daar is hij, onze Impstaff. Dus hebben we altijd nog eens een keertje een vriendje bij ons die ons daarbij kan gaan helpen. Dat is heel erg fijn. En ja, we zijn dus in Hel al geweest. We hebben de Hellstone Armor hebben we al te pakken gekregen. Dus ik denk dat ik weer terug ga naar mijn gewone setup. Obsidian Skull, die hou ik gewoon heel eventjes hierbij. Die Jelly hou ik gewoon hier even bij. Ja, dit is mijn oorspronkelijke setup. En nou ben ik één ding vergeten om gisteren in de... Ja, in gisteren om mij nou... In de compilatievideo te maken. En in die compilatievideo, daar ben ik dus vergeten te zeggen van... Wat je dus ook hebt, dat is... Of wat wij dus ook hebben gekocht. Wij hebben Dynasty Wood gekocht van de Traveling Merchant. Waarom heb ik dat gekocht? Omdat ik daar het Fisherman's Huisje van wil gaan maken. Maar het Fisherman's Huisje, dat wil ik dus bewaren voor de volgende aflevering. Dus we hebben een Hellveter, we hebben weer een Bloodmoon gehaald, we hebben de Portable Piggy Bank, we hebben een Hellstone Armor. Dus heel veel progress.
De rest doe ik in de volgende aflevering met natuurlijk weer een comment van de dag erbij. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. In de volgende aflevering gaan wij een fisherman's huisje maken. Hopen dat we de fisherman kunnen vinden. En misschien al zelfs wat fisherman's quest kunnen doen. En heel misschien dat er nog tijd over is om naar de jungle te gaan. Ik dank jullie voor het kijken. Nog een hele fijne dag toegewenst. En tot de volgende video.